Tijdens het vliegen met zijn drone boven een afgelegen vallei doet de man een angstaanjagende ontdekking in een bos. Gedreven door nieuwsgierigheid besluit hij verder onderzoek te doen, niet wetende dat niemand dit had mogen zien. Jack, er is een probleem. Kom nu hierheen, kraakte de stem van zijn partner Eric door de radio. Jack's hart sloeg een slag over toen hij naar de tablet keek die hij vasthield. Daarop stond een live camerafeed van hun drone. Zijn ogen waren gericht op het beeld dat hij beneden zag. Even wachten, Eric. Ik krijg een beter zicht op dit ding dat ik zie. Er klopt iets niet, antwoordde Jack, zijn stem gespannen. Hij zoomde in op het gebied. Het was een dichte klompen, rechtopstaande, steenachtige objecten die in strakke rijen stonden, zoals grafstenen of oude markeringen. Er waren geen tekenen van leven, geen paden die in of uit leidden. Wat het ook was, het leek alsof het gebouwd was om verborgen te blijven voor de wereld. Vergeet de drone, Jack. Eric's stem was nu dringender. Er gebeurt hier iets. Ik denk dat iemand... Ik heb hulp nodig, nu meteen. Jack bevroor. Zijn maag draaide om. Hij wist dat Eric niet snel te sissen was. Oké, ik ben onderweg. Blijf waar je bent, mopperde hij terwijl hij zuchtte. Dit was niet hoe hij zijn dag had gepland. Jack en Eric waren niet zomaar casual drone-hobbyisten. Ze werkten al meer dan 2 jaar samen als onderdeel van een milieumappingproject. Wat begon als een kleine klus voor een onderzoeksteam van een lokale universiteit, was uitgegroeid tot iets groters. Hun taak was het documenteren van moeilijk bereikbare gebieden met drones. En dit betekende het vastleggen van luchtopnames van wildernisgebieden, het monitoren van wildlife habitats en het in kaart brengen van landgebruik voor conserveringsdoeleinden. Het was niet glamoureus, maar het bracht hen naar afgelegen plekken waar de meeste mensen nog nooit waren geweest. De reis van vandaag was anders. Eric, altijd de avontuurlijkere van de twee, had Jack aangespoord om deze specifieke vallei te bekijken. Eric had lucht gekregen van ongemarkeerd land diep in het bos via een lokale contactpersoon. Iemand verbonden aan de regionale bosbouwafdeling die hen had getipt over dit vergeten gebied. Geen officiële documenten, geen satellietbeelden. Het had een nieuwsgierigheid gewekt. Denk er eens over na, Jack, had Eric gezegd, praktisch opgewonden. Er is hier decennia lang geen menselijke activiteit gerapporteerd. Wat als wij de eerste zijn die deze plek in kaart brengen? Wie weet wat we kunnen vinden? Aanvankelijk had Jack geaarzeld. Ze hadden hun projectquota voor de maand al gehaald en zo diep in onbekend terrein zonder toestemming gaan leek een onnodig risico. Maar Eric, zoals altijd, was overtuigend. Je weet nooit wat daar buiten kan zijn. En denk aan de opnames. Als er iets interessant is, kunnen we toevoegen aan ons onderzoek of zelfs voorstellen aan een van de grote milieuorganisaties. Twijfelend was hij akkoord gegaan. En nu, starend naar de live feed van de drone, was hij niet zo zeker of ze hadden moeten komen. De structuur beneden was geen onderdeel van een vergeten boerderij of een oud houthakkerskamp zoals ze hadden gegokt. Dit was iets heel anders. Zijn gedachten werden opnieuw onderbroken door de stem van Eric, deze keer meer in paniek. Jack, ik meen het. Ik denk dat ik in de gaten word gehouden. Ik zag iets bewegen bij de rand, haast je. Jack vloekte onder zijn adem. Ik zei dat ik eraan kom, mompelde hij in de radio, terwijl hij de dronebediening in zijn tas stopte en zijn uitrusting pakte. Wat deze faciliteit ook was, het was geen plek voor hen om rond te hangen. Als ze in de gaten werden gehouden, wie of wat hield hen dan in de gaten? De wandeling naar beneden duurde langer dan hij had verwacht. Het dichte bos was vol schaduwen en elke tak die knapte maakte Jack's instincten scherper. Iets aan deze vallei zat hem niet lekker, vooral na wat hij door de drone had gezien. Toen hij door de bomen de kleine open plek bereikte waar hij Eric voor het laatst had gezien, bevroor hij. Zijn vriend was niet alleen. Naast Eric stond een oudere man, gekleed in vervaagde werkkleding en laarzen die er versleten uitzagen. Jack's maag trok samen, maar hij raakte niet in paniek. De man was niet bedreigend, maar zijn houding was te casual, te gecontroleerd. Eric zag hem en gaf een strakke glimlach. Zijn ogen flitsten iets tussen opluchting en ongemak. Hey Jack, ik was net aan het praten met Bill hier. Hij is de verzorger van dit land. Jack stapte dichterbij, zijn ogen dartelend tussen Eric en Bill. Verzorger, vroeg hij, terwijl hij zijn stem neutraal hield. Ja, zei Bill, terwijl hij zijn blik op Jack richtte. Zijn stem was kalm, maar er was een scherpte in zijn ogen. Dit land is privé-eigendom. Ik houd het in de gaten. Zorg ervoor dat het zo blijft. Jack's kaak spande zich aan. Hij had het gevoel dat dit niet alleen ging om het weghouden van indringers van privégrond. We hebben geen borden gezien die aangeven dat het privé is, antwoordde Jack voorzichtig. We vliegen gewoon met een paar drones voor een milieuproject. Bill's blik gleed naar de drone in Jack's hand, daarna weer terug naar zijn gezicht. Drones, hè? Nou, dat is leuk, maar je kunt die beter opruimen en vertrekken. Mensen hier waarderen geen bezoekers.
Jack keek nauwelijks naar Bill voordat hij weer naar de feed keek. De steenachtige objecten waren op een manier gerangschikt die onnatuurlijk leek. Bijna alsof iemand ze zorgvuldig daar had neergelegd, rechtop staand in nette rijen. Jack zoomde verder in. De stenen leken op oude grafstenen en dat verontrustte hem. Eric's wenkbrauw trok samen terwijl hij dichterbij leunde voor een beter zicht. Wat is dat? Bill's ogen gleden naar de tablet. Heb je dat hier gevonden? Vroeg hij langzaam. Zijn stem verhardde. Niemand mag dat zien. Jack verstarde. Ja, we kwamen het tegen met de drone. Wat is het? Een soort oude begraafplaats om natuurlijke formatie? Bill's reactie was subtiel maar veelzeggend. Zijn kaak spande en voor het eerst sinds Jack was aangekomen, gleed zijn casual houding weg. Hij keek van het scherm naar Jack, zijn uitdrukking onleesbaar. Het is niets waar je zorgen over hoeft te maken. Laat het gewoon met rust. Er was geen kwaad in Bill's stem, maar dat was ook niet nodig. De boodschap was duidelijk. Ga weg. De spanning tussen hen was nu dik. Eric verschuifelde ongemakkelijk, voelend dat het gesprek een wending had genomen. Ja, we zullen gaan, zei hij snel. We waren toch al aan het afronden. Jack knikte, maar terwijl ze hun spullen begonnen te pakken, bleef Bill hangen, hen nauwlettend in de gaten houdend. Hij zei niets meer, maar zijn aanwezigheid was genoeg om Jack het gevoel te geven dat ze werden gewogen, beoordeeld. Terwijl ze de helling weer opgingen, kon hij het gevoel niet van zich afschudden dat ze zojuist waren gewaarschuwd voor iets veel groters dan ze zich realiseerden. Eenmaal buiten gehoorsafstand liet Eric een zucht ontsnappen. Wat in hemelsnaam was dat? Jack keek over zijn schouder om zeker te zijn dat Bill hem niet volgde. Ik weet het niet, maar ik ben er vrij zeker van dat hij niet zomaar een verzorger was. Eric gaf hem een nerveuze blik. Denk je dat die gast iets verbergt? Jack knikte. Zeker weten. Wat die structuur ook is, hij wilde niet dat we ervan wisten. De volgende dag keerden Jack en Eric terug naar de vallei. Ze hadden afgesproken om vroeg terug te komen voordat de zon helemaal op was, in de hoop verdere ontmoetingen met Bill of wie dan ook die een oogje in het zeil hield te vermijden. Geen van beiden had veel geslapen. Bill's waarschuwing bleef in hun gedachten hangen. Goed, laten we dit maar over en dan krijgen, mompelde Eric terwijl ze de drone uitlaadden. Zijn stem was gespannen en Jack kon dezelfde onrust voelen knagen aan hem. Maar ze konden dit niet met rust laten, niet nu. Ze klommen de helling op, de drone op een verborgen plek opstellend. Laten we dit snel maken, fluisterde Eric, zijn oog op de omgeving gericht. Jack knikte en lanceerde de drone. Binnen enkele minuten verscheen de camerafeed die de vallei van bovenaf toonde. De vreemde steenformatie verscheen weer op het scherm, die onheilspellend tegen het landschap afstak. Maar nu zag Jack iets anders. Ongepaarde structuren waren naast de stenen richels gebouwd, nauwelijks te onderscheiden van het omringende terrein. Wat is dat? Vroeg Eric, dichterbij leunend. Iets groots, mompelde Jack, zijn wenkbrauwen gefronst terwijl hij verder inzoomde. Er waren twee grote metalen gebouwen, industrieel van ontwerp, die bijna naadloos opgingen in de omringende rotsen. Als ze niet goed hadden opgelet, zouden ze het volledig gemist hebben. Het slanke, moderne ontwerp met hoge hekken die nauwelijks zichtbaar waren door de dikke steenformaties bevestigde één ding voor Jack en Eric. Dit was geen gewone locatie. Dit was een beangstigende ontdekking. Niemand mocht dit zien. Dit is niet zomaar een verborgen locatie. Ze doen hier iets. Iets wat ze niet willen dat iemand ervan weet, fluisterde Jack. Naast de gebouwen stonden verschillende ongenummerde vrachtwagens geparkeerd. De vrachtwagens waren van militaire stijl. Zware, zwarte en smetteloze voertuigen. Maar wat Jack echt opviel, waren de kisten. Tientallen daarvan, opgesteld bij de laadkade, elk met vetgedrukte rode symbolen. Wat is dat? Vroeg Eric, terwijl hij dichterbij leunde. Gevarensymbolen, mompelde Jack, de markeringen onmiddellijk herkennend. Biogevaar. Eric werd bleek. Je zegt me dat deze plek een soort onderzoekscentrum is? In het midden van de vallei? Jack schudde zijn hoofd, zijn ogen vernauwend. Nee, kijk naar de beveiliging. Ze verbergen iets. Groots. Net toen hij de drone voor een breder shot wilde verplaatsen, ging het scherm zwart. Niet weer, mompelde Jack, terwijl hij probeerde opnieuw verbinding te maken. Maar het signaal was dood, volledig afgeknapt. Ze hebben het gezien, zei Eric, zijn stem strak van paniek. We moeten gaan nu. Ze pakten zich snel in, snel bewegend naar beneden over de bergrug, maar de beklemde stilte van het bos drukte op hen. Jack's hart bonste. Wie deze plek runde, wist dat ze daar waren. Net toen ze een open plek bereikten, brulden de geluiden van motoren in de verte. Jack bevroor, gebaarde naar Eric om laag te blijven. Door de bomen heen zagen ze zwarte SUV's, identiek aan die ze op de dronefeed hadden gezien door de vallei bewegen. Ze waren hier niet per ongeluk. Ze zijn het gebied aan het doorzoeken, fluisterde Jack, terwijl zijn buik samentrok. Ze weten dat iemand kijkt.
Eric's ogen waren wijd van paniek. We moeten gaan, ze zullen ons komen halen. Jack wist dat hij gelijk had. Wat ze ook op die faciliteit hadden gezien, het was niet zomaar een geheim. Het was iets gevaarlijks en niemand mocht erachter komen. Laten we gaan, zei hij, zijn stem laag houdend. Ze bewogen snel door het bos, laag houdend terwijl ze naar de bergrug gingen. Elk geluid, elke tak die knapte, deed Jack's hart razen. De vrachtwagens kwamen dichterbij, methodisch het gebied doorzoekend. Hij wist dat ze niet veel tijd hadden. Toen ze een hoog punt bereikten met uitzicht op de vallei, stopte Jack. Trok Eric naast zich. Wacht. Ze bogen beide voorover en keken naar de vallei beneden. Wat ze zagen, deed Jack's bloed rillingen geven. Bij de faciliteiten waren mannen in tactische uitrusting de vrachtwagens aan het laden met kratten. Maar het was niet alleen apparatuur dat ze verplaatsten. Jack zoomde in met zijn verrekijker en zag iets anders. Grote, afgesloten containers, het soort dat wordt gebruikt voor het vervoeren van gevaarlijke materialen. Ernaast werden meer kratten, gemarkeerd met nog meer biohazard-symbolen, in de achterkant van de vrachtwagens gestapeld. Dit is niet zomaar een verborgen onderzoeksplaats, fluisterde Jack, zijn stem gespannen. Ze verplaatsen iets. Iets wat ze niet willen dat iemand ziet. Eric staarde naar de scène beneden. Zijn gezicht bleek. Wat doen ze met die dingen? Ik weet het niet, mompelde Jack, terwijl zijn maag draaide. Maar wat het ook is, het is niet legaal. Voordat ze konden reageren, vulde een lage mechanische zoom het luchtruim. Jack's ogen schoten naar de lucht en hij zag een drone, groter dan de hunne die door het gebied cirkelde. Het was geen civiele drone, dit was een militaire kwaliteitsdrone, die het bos met precisie in de gaten hield. Ze zijn er ons op zoek, fluisterde Eric, angst in zijn stem. Wat moeten we doen? We gaan naar de stroom, zei Jack, zijn stem gespannen. We volgen hem uit de vallei en we verliezen ze in het bos. Ze volgden de stroom voor wat als uren voelde en hielden zoveel mogelijk afstand tussen henzelf en de faciliteit, totdat ze eindelijk een kleine open plek bereikten, diep in het bos verborgen, waar ze stopten om op adem te komen. Jack keek naar Eric, wiens gezicht bleek en doorweekt van het zweet was. We moeten dit melden, zei Eric, zijn stem trillerig. Wat er ook aan de hand is daar beneden, het is slecht. Zonder aarzeling haalde Jack zijn telefoon tevoorschijn. De autoriteiten werden onmiddellijk ingeschakeld. Binnen enkele uren daalde een volledig team van wetshandhaving neer op de vallei. Jack en Eric bleven op afstand, terwijl ze toekeken hoe zwarte SUV's werden tegengehouden, de faciliteit werd binnengevallen en de mannen in tactische uitrusting in hechtenis werden genomen. De verborgen operatie werd snel stopgezet. Wat er ook in de vallei gebeurde, niemand mocht het zien, maar nu zou de wereld het weten. De faciliteit was een illegale operatie die ongecontroleerde experimenten diep in het bos uitvoerde. Verborgen voor het publieke oog maakte de operatie gebruik van de afgelegen locatie om detectie te vermijden. Totdat de drone van Jack en Eric het ontdekte. Nu was het enige wat restte het vinden van de waarheid. Wat denk je dat deze waarheid is? Hoe speelde Bill hierin een rol? En wat zou jij in plaats van Jack en Eric hebben gedaan? Laat het ons weten in de reacties. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.